hier in Gramsbergen bij City Hall, oftewel het oude gemeentehuis. En het is eigenlijk de home of the blues van City Hall Blues. Dus ik kan het natuurlijk niet nalaten om te zeggen dat het hier ook bluesclub is elke laatste vrijdagavond van de maand. Dus ook aanstaande vrijdagavond, aanstaande laatste vrijdagavond, dus de 27e. Ook is Koningsdag, ik wil gewoon Koningsblues. Maar goed, vandaag is het zover dat City Hall Blues goes jazz. En dat is niet voor niks. Want we hebben in Harderberg al een paar keer mogen genieten van een stel jongen met die fantastische jazzmuziek maken. Ze doen dat in de stijl van Django Reinhardt, Gypsy Jazz en Renier en ik. Renier is de man achter de knoppen. Die zijn behalve van de City Hall Blues ook van de Jazzclub Harderberg. En als zodanig hadden we ze dus al een paar keer, eerst in de hal, toen als voorprogramma, maar nu ook al een paar keer middagvullend. En dat bevat de jongelui en onszelf natuurlijk ook zo verschrikkelijk goed dat er een keer een cd van zou komen. Nou, beste mensen, u bent vandaag getuige van de meest bijzondere cd-presentatie ooit. Want een cd is er nog niet. Ja, dat is even een onverwachte tegenvaller. We hadden alles op alles gezet om het klaar te hebben vandaag. Maar helaas, ergens in de productie, daar was iemand die had nog wat langer tijd nodig dan wij verwacht hadden. En dat betekent dat we dus vandaag een cd presenteren zonder cd. Maar daarom absoluut niet getreurd, want ze gaan natuurlijk alle liedjes ook spelen die op die cd komen te staan. En dat niet alleen, u kunt zich ook opgeven om een cd te ontvangen. En hij gaat kosten 10 euro. Het simpele bedrag van 10 euro. Maar ja, zo'n cd die komt er dus niet voor niks. En er is al heel wat aan vooraf gegaan. Overigens kan ik over de opname van de cd, die dus ook hier hebben plaatsgevonden, kan ik wel een boek schrijven. Want het was ontzettend leuk. Maar ja, om nou 12 nummers op te willen nemen in een paar uurtjes, ja, dat was een beetje te ambitieus, denk ik. Een uitdaging die niet gelukt is deze keer, helaas. We hebben er 2 middagen aan gespendeerd, 2 dagen. Nou, toen kan ik mixen. Weer een heel verhaal apart. Ook weer iets wat altijd nog weer net iets meer tijd in beslag neemt dan je zou verwachten. En dan denk je, nou heb ik het allemaal keurig netjes. Nou kan hij gemasterd worden en kan hij gedupliceerd worden. Maar nee, dan zijn er weer een paar mensen hier achter mij die vinden dat nog niet goed genoeg is. En dan gaat de zaak niet gewoon overnieuw. Nou ja, dat alles bij elkaar heeft er dus in geresulteerd dat het nu nog niet helemaal klaar is. Maar het wordt een hele goede cd, zeker weten. We hebben de beginfase natuurlijk allemaal al gehoord. En straks gaat u de live uitvoering daarvan horen. Ja, en zo'n cd, die komt er natuurlijk alleen maar als je helemaal knotsgek bent van muziek. En dat geldt denk ik voor alle 4 hier achter mij wel. Jaron, die speelt eigenlijk al vanaf zijn 10e van leren. Eerst op de drums. Een drummer. Wie verwachtte nou dat een drummer op een gegeven moment overstapt op een gitaar? Maar ja, eigenlijk wel even weten hoe dat zo gekomen is. Anglit, zijn moeder. Anglit, vertel eens even. Weet je de drummer verbannen? Weet je de knotsgek van? Of hoe zit dat? Nee, Jeroen is wel wat anders. Ja, vanaf zijn derde gedrukt en daarna wel wat anders. Ja, dat is natuurlijk ook een prima reden. Vanaf zijn derde, zeg je? Ja. Oh. Ik kwam op lopen en staan en toen begon heel hard op te slaan. Jongen, jongen. En waarom dan een gitaar, die man? Vader van Jeroen. Waarom een gitaar halen? Dat is een goede vraag. Ja, het is bij ons denk ik de uitdaging. Hij probeert van allerlei instrumenten en daarom heeft hij 2 instrumenten. Hij wilde dus een hele verzameling thuis van blaasinstrumenten komen met de drum en dat soort dingen. Dus, ja, hij mag graag dingen proberen en gitaar bijvoorbeeld denk ik heel goed. En vervolgens kwam er natuurlijk wel de mogelijkheid om een opleiding te doen voor onderwijsassistent. En dan wel als hoofdinstrument gitaar. En ik denk dat dat wel een beetje een mix is geweest van die daar in gaat deze gegaan. Ja, wat een prachtig verhaal. En dat op die eerste little gitaar van een paar tientjes. En moet je eens kijken wat hij nou inmiddels al voor instrumentarium doet. En thuis liggen dus nog een heleboel instrumenten opgestapeld. Dus, en hij speelt ook nog op heel veel verschillende dingen. Ja, onderwijsassistenten naar richting muziek, dat is toch niet niks. En dat niet alleen, volgens mij is het ook een uitstekende cabaretier in spe. Dat zult u straks ook allemaal nog wel horen, want Jaron is een meester erin om alle liedjes fantastisch naar elkaar te kletsen.
En eigenlijk is Da Band een project dat gestart is tussen Ruben en Jaron, als ik het goed begrepen heb. Samen op school gezeten in levensvaart, denk ik, niet helemaal. Oké, nou, dan op een andere manier bevriend. Buurjongens, oké. Nou, zo leer ik ook nog iets. Buurjongens en samen aan het muziek maken geslagen. En dat beviel zo ontzettend goed, dat er op een gegeven moment nog een bassist bij kwam. En dat is Remco. Je hebt fans in de zaal. Leuk is dat. En Remco die doet dit jaar de vooropleiding voor het conservatorium. Jazz, basgitaar, jazz en pop heet het geloof ik. Jazz en pop. Dat belooft nog wat. Maar ja, drie mannen. En op een gegeven moment is het ook wel leuk als er gezongen wordt. En toen had Remco een aardige vriendin. En tadaa, zo kwam Lisa erbij. En ik hoorde net in de hal toch spannende verhalen. Dat je voor het toelatingsexamen hebt gedaan. Oh, vertel eens. Oh ja, ik moet muziektherapie gaan doen in Enschede. Conservatorium, dus daar heb ik gisteren toelating op gedaan. Ik weet nog niet of ik toegelaten ben, helaas. Maar volgens mij ging het goed. Dus ik heb er volste vertrouwen in. Maar het zou kunnen dat ik nog een maand moet wachten. Dus we hopen verder. Wij klappen alvast even om jou aan te doen. En zo was volgens mij hun allereerste optreden bij opa en oma in de tuin op de oprit. En oma, ja, onze oma, dat wil ik ook nog eventjes vragen. Hoe zat dat precies? Nou, er was een rommelmarkt bij ons in de straat. De jongens zeiden, mogen wij wel spelen hier? En toen kwamen ze van de krant en luisteren en foto's maken en zo. Maar we dan weer op. En hebben ze ook nog wat opgehaald? Ja, ze hadden de pet op straat. Met de pet op straat en ze kwam een kop op en zo. Dus en zo is het allemaal begonnen. En nu staan jullie hier met z'n vieren op het podium om jullie eerste cd te presenteren. Nou ja, om in elk geval de nummers te spelen van jullie eerste cd. En deze ambiance voor de mensen die hier nog niet eerder zijn geweest, was altijd het gemeentehuis van Gramsbergen. En in 2001 is Gramsbergen opgegaan in de gemeente Hardenberg. Het gemeentehuis kwam vrij en dat is zodoende langzamerhand veranderd in een bedrijfsverzamelgebouw. En waar u nou zit, dat is de trouwzaal. Nou ja, kijk, dat kan ook altijd nog een keer. Maar ik heb wel genoeg gekletst. Ik kan jullie helaas geen cd overhandigen nu, maar ik heb in elk geval een bloemetje voor jullie. En we vragen alvast een fantastisch applaus voor Da Band. Some rubber's life, he comes a snowstorm. You get a little heat, but comes love. Nothing can be done. Comes a fire, then you know just what to do, blow a tire. You buy another shoe, but comes love. Nothing can be done. Don't try hiding, there isn't any use. You start sliding when your heart turns on the juice. Comes a headache, you can lose it in a day. Comes a toothache, see a dentist right away. But comes love, nothing can be done. Comes the summons, can hide behind a door, but comes love, nothing can be done. Comes the me souls, you can quarantine a room. Comes the mousey, you can chase it with the broom. But comes love, nothing can be done. Well, that's all, sister, if you've ever been in love. That's all, brother, you know what I'm saying.
speaking of. Comes a nightmare, you can say, oi, comes depression. You may get another break, but comes love. Nothing can be done. Dank jullie wel. Symmetry in my anonymity. Je t'adore, ma vie très difficile. I'll take hours to perfect in this room of disconnect. All I need are mannequins and me. Fabric straight from arm to arm, rescuing my heart from harm. All that I can see speaks of finesse. Radically, my fashion dreams, costume and a model scream. Fame is nothing more than forced duress. Let them comment of my cold behavior. Beauty has a price, it's paid by greed. Where I am, I will stand alone. I don't want for mine these two hands. Never will they mourn. I'd rather you not love me before you want too much. Traveling, I do forget every single last regret. Solitary, there is one quest. To my cause I will devote all my passion note for note. To create and fill this emptiness. Freedom that lies underneath, let it fall and let them breathe. Bodies are not meant to be so bound. I'm the dancer of the dance. Let the socialize enhance. Let them love me when I'm not around. When they speak their words of my demeanor, I will let them feel wipe their fire. Where I am, I will stand alone. I don't need the money. I don't want for my these two hands. Never will they mourn. I'd rather you not love me before you want too much. Fading as I live in isolation. Information spreads that I have left. For them, let it be an education. Those who cherish me will not let them forget. Where I am, I will stand alone. I don't need the money. I don't want for mine. These two hands, never will they mourn. I'd rather you not love me before you want too much. Closely to the afterbeat.
rhythm of life flows through the air into our lives, into our thoughts. Listen closely to the afterbeat, to the ones who are close to me. Don't look back, troubled mind. You're one of a kind. Oh, keep up straight. Dank jullie wel. Voor u van rechts naar links, Wiebren, Remco, Jaron en Lisa Daband. Eigenlijk de band, maar ja, ze moesten natuurlijk net weer even iets anders doen, hè? Daband. Anders gezegd en anders geschreven. Dus lekker eigenwijs, dat hoort erbij, hè? Hey jongens, ontzettend bedankt voor deze mooie muziek. We hebben allemaal genoten, denk ik. Mag al namens de hele zaal spreken, denk ik. Dat het allemaal weer een fantastisch optreden was. We wensen jullie heel veel succes met de cd zelf. Hij is vanaf de 13e, vrijdag de 13e. Of is het niet op vrijdag? Is het donderdag? Oh, nou, dat moet gewoon. Het is op donderdag. Of wel op vrijdag. Vrijdag de 13e, nou. Dat kan niet stuk, hè. Dat gaat altijd goed komen. Dus jullie heel veel succes, ook met de verkoop van de cd. En natuurlijk met de verdere carrière. En voor iedereen die de cd heeft gekocht, je zult horen dat ze op de plaat ook fantastisch zijn. Nogmaals een geweldig applaus voor Daband. APPLAUS